Ah, daarom moet hij wachten. Wat he? Dit is de wagen van de boswachter. Nee, dat is van mij is die wagen. Van de boswachter is die wagen. Die is van mij. De boswachter is voor vanmiddag als we boterhammetjes hebben gegeten. Dit is onze verrassing. Iedereen mag op de kar zitten. Oh, oh, Max. Oh, Max. Oei, is het niet voor mij? Nee. Oh, dus, ja, dat is of dat is niet. Ja. Ik had een vraag. Niks overkomen of niks voor doen. Nee, ik heb Ludo. Ja, het is. En hoe noemt je? Max. Max. Het paard noemt Max. Dat is een paard niet gelopen. Het is ook geen tram. Het stuur dan paard, hè? Wil jij daar kan zitten? Geen paard niet sturen. Nee, dat mag als we een eindje aan het rijden zijn, dan gaat Ludo eentje stoppen. Wow, dat is een mooie paard. En dan mag er een kindje bij Max op de rug zitten. Ik durf dat niet. Jij durft het niet, maar je wil het wel proberen? Nee? Waarom zitten jouw voetjes neer? Heeft er al iemand op de paard gezeten? Die mogen daar afgaan. Ik wel, maar ik wil nooit op mijn paard zitten. Wil jij het proberen, Bente? Nee. Ga jij het proberen? Nee, maar ik heb al iets op een paard. Oh, ik heb wat. Heel eens op een paard gezeten. Nooit op een paard gezeten. Max luistert alleen naar Ludo. Ja. He? We gaan bij Ludo. Kom naar hier, kom. Pak de hond van de nek. Jongen, zo doen we dat. Ik ga het er hier op. Max. Hier vasthouden, hier vast. Hier, zo. Zo vast. Zo. Ik hou hem ook wel een beetje. Daar. Hier. Wow. Oh, de juffrouw moet er eerst op. Oh, laat hem maar op zitten. Laat hem maar op. Kleer. Ja. Daar. Hier. Ja, dat denk ik wel. Houd hier maar goed vast. Daar. Oké. Je moet geen schrik hebben, hè. Ik zal uw handje mee vasthouden. Goed? Ja. Ik blijf naast jou stappen. Allee, hier. Ik hou hem mee vast. Hier maar vast, hè. Zo. Hier, zo en daar. Zo, ja. Maar je hebt het toch gedaan, hè, Aki? Ja, zeker. Ga je aan je mama vertellen?
heeft dat goed gedaan. En aan papa. Wacht, ik ga even terug bij, hè? Ja? Klaar? Ja? Maar, Eerst zitten. Dat was lang, hè? Pak rond de nek. Ja. Okay. Nou, ik kan hem nu pakken. Ja, dat is hier wachten. Zit ik hier goed? Zit ik goed? Klaar? Luna. Dat is nog wel yummy. Maar ik heb dat niet meer gezegd. Wist? Ja. Papa, maak je ziek, papa. Ja. Waarom heeft uw paard een lapje aan zijn oog? Ah, dat is omdat die paarden niet opzij kunnen doen. Niet op de zijkanten kunnen. Nu zullen jullie niet zitten. En anders kunnen ze laten schieten. Ja. Dat is eigenlijk voor een eigen veiligheid. Dat is voor de veiligheid. Ja. Omdat ze altijd. En als ze mij bijvoorbeeld met fietsen zullen eens met een duck komen. Omdat dan ze niet met hun oogjes zouden draaien. Ja, ja. Dan zien ze die pas. Of iets anders van opzij zien, maar dat is voor de kanten. Je kunt die ook, als je die liertzone die oog laat, dan gaat dat ook. Ja. Alle wachten. Wie wil dat? Goed gedaan! Ja, ik weet het. Kan je er nog bij? Simon, schuif een beetje meer. En nu is het dit meisje. Ja. Oh, wacht. Oh, een tekentje eraf. Navia misschien, hè? Dan mogen ze klopen. Navia, Maximus? Maximus, Navia. Maar, meisje, moet trekken. Wie nu? Oei, Via moet er nog eerst stoppen, ja. Hè? Nee. Don't let me. Niet die tapijt de eerste. Jij was eerst op het paard geweest, ja. Hier wacht, hier. Hier liggen. Daar en daar. Rechts zitten. Ja. Oké? Iedereen erop? Wauw, Fiatje. Goed hoor. Je hebt al op een groot pony gereden. Ik kan er niet ringen van. Dus ik krijg er zitten. Ja! Dat mogen ze kwaad, hè. Zit er goed? Zit er goed? De grote zijn. Harry, naar uit. Zie. Ik hou haar vast, hè. Je moet kunnen gaan. Pak rond met een nek. Wie wil er op Max rijden? Wie wil er nog een opzetten? Wie nog? Wie wil er... We laten hem niet verder gaan. Hier vast nou. Hier vast. Hier vast. Zo ja. Zo ja. Mijn hoor. Dat is lekker hoog, hè? Weet ik het niet.
Eet hem maar eens. Eet hem maar. Dat is er zo, dat zegt ze. Voelt het? Dat zegt hè? Dat zegt hè? Wil je dat Max een beetje stap mee? Moet ik een stap? Nee, nee? Oh, toch goed niet hè? Een beetje verder uit. Ja. Voilà. Goed zo, Anke. Eerste. Hier eerst, daar zit de juffrouw erop. Allee, we gaan even opleggen, hè? Hou er vast, hè? Nee. Spannend. Nee, Max. Allee, jongen, come on. Woehoe! Dat is wel een lekker hangen ook, hè? Dat is wel Wat is je bag? Oké. Hier eerst, daar zit de juffrouw erop. Braaf, Max, braaf. En gaan we verder. Zou Luca kunnen? Mooie manen, hè? Zou Luca bij ons kunnen rijden? Dat was jij zo best. Moet ik dat ook proberen? Eigenlijk weet ik niet of ik dat doe. Even mooie armband. Je hebt een mooie armband. Ja. Ik zal het proberen. Ja. Ja. Van Mia. Van Mia, ik loop zo'n armband. Nee. En ze zei daarnet, ik weet niet of ik het wel durf. We gaan zien, hè. We gaan zien of ze het durft. Ja. All right. Wauw, Gilbert. Oh, daar zit ze. Gilbert, ja. Oeh, zie Max kijken. Zo denken, maar gewicht hem niet op naar rug. Max, gaat het, jongen? Oh, jongen. Wauw. Je hebt toch geen pijn, hè? Nee, moet ik aan de bank laten. Nee. Daar zit Gilbert. Ah, ja. Mogen we dan niet geweldig maken? Gilbert, ga je durven met stappen? Nou ja, we gaan eens even stappen. Hè. Dat moet zo. Ja. Houd maar gewoon. Dat was ze niet van plan, of wat? Ja, serieus? Wat leuk, hè? Dat is toch niet waar, zeg. Ik ga op een tune. Ja. Maar dat mogen we niet doen, ja. Nee, dat mogen we niet doen. Je mag niet op een tune. Ja. Allee, Max. Hier, hou de vast. Maar lekker, hou de vast. Daar gaat ze. Nu. Allee, Max. Hier. Allee, jongens, dan maar. Je mag niet blijven stil zitten. Kom maar. Kom maar. Ik heb nog een tijd dat ik mee naar school moet nemen van mijn kleinzoon. Dank u. Is dat ook voor mij? Wat jij dat betekent? Of alle kindjes? Alle kindjes. Ah, maar dat is leuk zo. Dan zal ik dat straks eens zien. Wij gaan op kamp. Je moet nog je rugzak meenemen. Op een vliegtuig, wat een. Hier, ja, neem je platte benen dan maar uit. Ik knuffel. Maar waar is mijn zeg? Ik wil mijn kruidje brengen. Hier ligt nog één zak. Ja. Is jouw bed op de tafel? Kijk, de bedden zijn hier al klaar. Op de tafel. Ja. Alles klaargelegd voor vannacht? Ja. Om te slapen.
Voor mijn natte maken. En ook. En ook voor mijn tanden poetsen. Goed gedaan, zeg. En twee knuffeltjes. Ja, twee knuffels en een vlieg. Lukt het hier met slaapzakjes? Ook met paspoort. Is jouw lampje kapot? Ja. Dat is het. Kijk, en de pomp. Of alleen keuken? Ik ook. Alleen keuken. Voorkamer, voorkamer. Nee. Dat is mijn. Nee, dat is mijn. Ik doe dat nu. Voilà. Mag jij ook je broodjes nemen, jongen? Daar is je rugzak, kijk eens. Ja? Op mijn arm. Mag je die wegjagen, hè? Komt er niet meer. Oei. Krijg je niet onder praat. Je ziet een huisje of iets anders? Een huisje. En dit is ons deurtje. Ja. En dan moeten we dat zo open kijken. Wat is dat hier, zeg? Hoi, hey. Hey. Pap, hou op. Au. Is er geen water meer? Oei. Die is op. Is het water op? Ik heb dat niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Probeer dat niet met te vinden. Nee, dat is van mij. Oh nee, dat gaat toch niet. Kijk, ik heb een Bij Rafaëlle lukt het niet zo. Het evenwicht
Nee, nu zit ze op de weg. Moet het. Zeg even wat op! Kom eens kijken! Kijk aan de hand pakken. Tja! 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 Kijk aan die babiet! Oké! Tja! Tja! Heel die graven, hè? Misschien vinden we er een. Oei, je hebt hem eraf getrokken. Oh, zie manneke. Dat is niks. Nee, hier zit. Er zit heel diep. Ja. Ja, de heep zit diep. Maar kan ik zien? Ja, hij zit heel, heel diep. En de muggen bijten al. Wat is het? Ik ga eens even in de bosgrond. Hier is lichter. Hier is gemakkelijk. Ah. Kijk. Hier staat het boompje, hè? Ik zie! Kijk eens. Rafael, rustig. Kijk, nu heb ik het boompje met een stuk grond. En we gaan eens kijken waar dat boompje gegroeid is. Ik vind dat nu niet zo'n goed idee om nu met stokjes hier tussen te lopen. Oh, hè? De eikel is helemaal opgeteerd. Ja, hier. Hier zat de eikel, zo'n ronde eikel, die ken je wel, hè? Ja? En een eikel. Die, als die in de grond zit, dan begint hij te kiemen. En daar zit het voedsel in om een boompje te laten groeien. Ja, beter met kleine stokjes. En één keer als de wortels eraan staan, dan gaan de wortels het water uit de grond opzuigen. En dan groeit er een heel klein boompje in het begin. En uiteindelijk wordt dat zo'n hele dikke boom. Zeg. Niet goed, hè? Kan je dat geloven? Zo'n dikke boom wordt dat. Nee. Ja. Mooi, hè? Ja, hè? En als je nu goed kijkt, hè? Maar kijk eens. Dat is dit hier. Maar de vleugels zijn het beste. Hier. Maar we hebben toch... Dat groen hier, hè? Zie je het? Gedaan, schatje, en dan gaan de vliegen een plantje. Dat is ook een plantje. Dat is ook een boompje. En weet je... Dat is een babyboompje. Weet je van welke dikke? Nee. Kijk eens hier. Dat is de boom. Waarvan dat boompje een kindje is. Ja. Dat kan je bijna niet geloven, hè. En dat is gegroeid uit een zaadje, uit een dennappel. En als dat kan blijven groeien, wordt dat zo'n dikke boom. Ja. Nee, dat kan... Ah, nee. Amina, jij blijft zitten. Ik heb het nog gezegd, we blijven op onze billen zitten. Simon, op je billen. Luna, op je billen. Ik zit op mijn billen. Dat is heel goed. Mama, ik ook. Ik zit op mijn billen. Oh, wiebel, wiebel. Wiebel de auto. Heb jij nog een dunne appel gezien, Rafael? Dat was warm. Kijk bij de kroeg. Mijn kar zit vast. Kijk hier. Op je poep. Nee, ik... Luna, voorzichtig, hè. Mannen, niet aan de draad komen. Oh, ik hoop dat de Nelly en de Landrik nog afstaan. Hè. Want als ze dan een trek van krijgen... Dat doet pijn. Ja, dat doet pijn. Zo ja, gooi de koeken er maar over. Dan komen ze zelfs naar hier. Rafael, gooi maar een stukje. Zo ja. Kom een klein beetje naar achter staan. Kom. Je kan van hier ook gooien, hè? Zo. Niet aan de draad komen. Ik zit er aan. Ze had toch al zeker dat een elektriciteit er niet op staat. Groeien! Allee, wie wil er nog gooien? Kom. Rafael? Ja. Bernadette? Zo,
Oh, wat een grote koe. Ja? Ja, zeg, wij grote koeien. Ja? Zeg, waar is Amina? Daar? Daar van voor. Ah, ginder. Ah. De haren zijn nu in de staart. Waai! Dat is te warm, hè, omdat ze warm over de bos. Bente, heb je al gegooid? Ik heb een grote koek. Ja, ja, gooi maar in. Een stukje afbreken, dan kan je gooien. Niet in de draad. Bente? Nee, hè. Niet aan de draad komen, hè, Rafael? Jij ging gooien, hè, schat? Water in de draad. Zullen we het samen doen, Bente? Ook niet. Hier, Rafael. Zo. Ja. Schooi! Goed zo. Zeg, en die hier vlak bij ons staat, hè, die met zijn hele grote horens, dat is de stier. Weten jullie wat een stier is? Ja. Een waai! Dat is de vader van de kalfjes. Hè? Ja. Alle anderen zijn koeien. En de koeien zijn de moeders. Hier, Rafael. In de berg over de brug, daar staan heel veel kalfjes. Dat zijn de kindjes, hè. Ja. Zo, zeg, en als je goed kijkt, hè, bij die koe, daar kan je goed zien dat de kalfjes kunnen gaan drinken aan de uier. Zie je, onder haar buik, daar hangen zo de, ja, daar hangt de uier en de spenen. Had je het gezien zo? Daar kunnen ze pap gaan drinken. Oh, de stenen niet verliezen, hè. Ze komen slecht af, zo. Ja. Ah, ze komen allemaal nu, zeg. Die nu op de brug staat, is de oudste koe. Ja. Die met haar heel lange horens, kinder, hè. Joehoe. Die zal zeker wel komen. Dat breekt een beetje. Ja. Hé! Hey. Kom! Dat breekt een beetje uit. Die horens, die puntjes. Ik ook koe. Ja. Nog een beetje. Sappa! Zo. Ook een stukje aan het voeren. Hier is een stukje. Ik heb nog een stukje. Ik heb een stukje. Oeh, nu is het allemaal op. Nee. Nu zijn ze dichtbij, hè. Of die andere, of de kalfjes, of die ook aan komen eten. Maar kan niet zien. Ja. Kies dan een goed plekje, Kas. Kijk, ik zie een klein kalfje. Zie jij een kalfje komen, Simon? Ik ook. Ja. Maar kan ik zien. En dat zal dan het nieuwgeboren zijn, dat daar ligt? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Oeh, ja. Waar ligt? Er ligt een klein kalfje daar naast de boom. Ja, het ligt op de grond. Een kleintje, hè? Ja. Ja. Je ziet, ze zijn een boom. Ja, ja. Ze zijn schuwer als anders, hè? Ja. En dat is, ja, met een nieuw geboren, hè? Ah, ja. Wauw. Dan willen ze dat beschermen, hè? Oei, jezus. Wacht, ligt hier eigenlijk. Ik kan niet zien of je dat kan zien. Zie je daar een stier staan? Is zijn snorvuil. En wat moet hij dan doen, Amina, volgens jou? Afkuisen, hè? Afkuisen. En hoe gaat de stier dat afkuisen? Een ideetje? Heb je een ideetje hoe dat hij dat kan doen? Die lange worsten zijn melk. Die lange worsten, die spenen die aan de uier hangen. Ja, daar komt melk uit. Ja. Ja. Daar komt melk uit. Melk is niet lekker. Ja, dat zeker. Dat is gezond, hè. Ja, maar daar zitten veel vitamintjes in. Ik lust niet. Ik lust alle kliesjes schinken. Ja? Dan kunnen we nog eens drinken. Ja, ik wil heel koude water. Jij wil heel koude water drinken. Van mij is het professor. En die is heel koud hier. En van mij ook papa. Wij gaan allemaal een beetje drinken, hè. Maar ik wil drinken. Ja, Kasje. Oh, de paard zegt ook ja. Wat is dit? Wat is dit?
Hier slaapt Simon en wie slaapt hier nog? Wie gaat hier nog slapen? Raphaël? En? Ja, en wie ligt er hier in dit bed? Wie gaat er hier slapen straks? Gilbert. En Gilbert ligt bij jullie. Hoe kom je? Ik wil het nog donker maken. Ja, ik ga het nog donker maken. Wie is er hier? Amina? Bernadette? Kas, en waar is Aki? Is er dan nog aan het poetsen? Zijn huisuitjes die gebruikt zijn. Oeh, een lang paard. En naar waar gaan jullie? Naar Hestia. Naar? Naar huis. Naar huis? Ja. Nu al? Nee, alsof. Ah, oké. Oh nee, de sleutel is gebroken. De sleutel is gebroken. Ah, ja. Nee, maar dat niet doen. Zometeen pipi doen. Raphaël ook? Maar, kijk. 1, 2, 3. Oeh! Dat was snel. Wauw. Wauw, wauw. Waarom te vliegen? 1, 2, 3. Wee! Joehoe! En jij bent er al terug. Ik dacht dat je ook kijken bij jullie. Eerst stellen. 1, 2, 3. Sorry, ik doe het op. Ja, gelukkig. Ga je niet wegblijven. Handjes. Twee handjes. Hoe stevig op de voet? Goed duwen op die voet. Ga je niet wegblijven. Goed duwen. Anders kan ik geen nootje meer. Hoppakee. Oh. Goed, hè? En ze gaat nog eens. Wat weet ik zeker. Nee. Ik mag naar jou. Dat is mooi. Nee. Ja, waar. Niet vallen, hè. Nee, niet vallen, hoor. Mooie rups, hè, Simon? Hoe voelt dat eigenlijk? De kietelt. Kijk, Simon geeft ze aan jou, de rups. Ik wil ook ze. Oeps. Het lijkt... Ja, daar gaat de rups. Simon. Nee. En hoe voelt dat, Luna? Kietelt, hè? En is ze warm of is ze koud? Nee. Geen een van de twee? Nee. Kijk, Simon die haalt ze er al af. Zo. Dan hou je je vingertje er maar voor. Hou je vingertje er maar voor. Kan die op jouw handje kruipen. Ja. De rups hield haar hoofdje al omhoog. Andere kant, zegt de rups. Andere kant. Niet knijpen. Nee. Vingertje ervoor houden. De mag. Ja. Oh, zie je? Ik hou nog een handje. Goed laten kruipen, hè? Niet knijpen, hè, Lunaatje? Ik ga het alleen doen. Jij ook. Dan moet je je handje geven. Als Luna klaar
is, mag het op jouw handje. Ik ga dit alleen doen. Oh, Simon die wil alleen springen. En gaat dat lukken, Simon? Ja. Kom, Luna, kom eens. Doe maar. Ik ga kijken. Kijk. Alrighty. Nee, die gaat alleen doen. Eens kijken. Op zijn poep. Oh, en hij heeft een heel speciale manier om terug recht te kruipen. Ik ga dit alleen doen. Krabbegaan met snottenbel. Kijk, ik ga dit alleen doen. Wauw. Ik ga dat alleen doen. Het zijn paracommando's. Lekker een hand. Kom maar. Kijk, kijk. Moet je voelen dat je niet glijdt, hè? In de bom. Nou wel, waar er een beetje mos is, of zo een beetje groen, kan het van je grijs. Dat kan je even doen. Ik mag ook een handwassen. Ik mag ook. Wauw. Kijk, daar moet je nog. Geen hand. Oh, mijn plakken. Ja, toch. In de bom. Mooi bom. Waar zijn de twee op? Met twee samen? Samen? Springen en glijden. Oké, dat was op de voetjes. Kijk. Ik ben een voetenmaar. Ik ben een voetenmaar. Voor de eerste keer. Ga je zo springen of op je poep of in je recht staan? Dan moet je gewoon glijden aan mijn poep. Stevige voet dan en afdrukken. Heel goed. En dan nikken. Wow. Twee handen. En drie. Nee. Kom. Nee. Gelukt, Superman. Wow. Amai, Harry. Kijk, Anke, wat ik doe. Wow. Je glijdt van de berg? Ik ga daar afglijden. Anke, we hebben modder. Modder? Hoe kom je aan die modder? Oh, gewoon gevonden. Ik ga af deze berg. Nee, hier ben ik diep. Heel voorzichtig zijn, Aki, dat je op niemand springt. Nee, ik ga dat niet doen. Ja, Rafael. Je gaat daar ook zien. Kom, ga soep maken. Soep met modder, hè? Ja, Amina. Kom, ga soep maken. Aka, de baasje. Neem ook daar weer. Dag, Aki. Ik ga rollen. Ja. Ik ga rollen. 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 Ik ga
Ik ga de bal halen. Zo. Dit is van mij. Dit is mijn auto, niet van Luut. Jij mag aan die kant zitten, Simon. Via zit daar, je mocht ze gaan halen. Ja, dat is een kwart voor acht. Ja, dat is een kwart voor acht. Ja, allemaal zo, hè? Ja, maar onze kamer was om alle vijf. Ja, ja. 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 Ja.
blote voetjes. Blote voetjes, kribbel, kribbel.